Pieter. Uit het niets stond je gewoon ineens hier. Ja. Die hebben ze natuurlijk al heel vaak gezegd tegen je, want zo heet je nieuw programma. Ja, klopt. Ja. Goedemiddag. Ja. En ik zei net al eventjes, voordat we de uitzending ingingen, na zoveel goede recensies voor je vorige programma, lijkt me de druk heel erg hoog om een nieuwe show te maken. Ja, maar daar ben ik. Dat probeer ik gewoon allemaal te vergeten als ik weer begin. Dat is ook het mooie en tegelijkertijd ook het lastige aan dit vak. Dat je gewoon elke 2 jaar een nieuwe voorstelling maakt. Of nou ja, nu wordt die tour wat meer uitgesmeerd met alle lockdowns tussendoor. Dus elke 3 jaar. Ja. En dan begin je weer bij nul. Weet je, dat is. Het is gewoon weer een leeg blaadje en opnieuw beginnen. En, is het letterlijk ook echt zo? Van, Ja. Nee, als je een band hebt en je hebt op een gegeven moment een vast repertoire waar altijd wel een paar oude hits tussen zitten, weet je, dan kun je die kun je altijd wel weer spelen. Dan is het altijd wel weer goed. Bij de cabaretiers die dat doen, ja. Nou ja, nee, bij cabaret is dat natuurlijk niet zo. Als je grap eenmaal gehoord hebt, Je kan geen best-of voorstelling maken. Nee. Want dat is niet actueel meer. Nee. Nou, er zijn wel cabaretiers die dat wel doen, hoor. Best of met ook een grapje? Best of, ja, dan gaan ze nog even terug in het programma. Ja, weet je nog wel? Volgens mij hebben dat een Najib heeft het in de Ziggo Dome dan bijvoorbeeld, weet je, en dat is ook een zaal waar je gewoon, waar het ook fijn is als mensen al een beetje weten wat er komt, want er is moeilijker te. Of onderwerpen natuurlijk, hè, waar je het altijd over hebt. Ja, precies, omdat je dat op een eigen manier kan aansnijden. En het is bij mij ook altijd, het gaat ook altijd wel over de actualiteit, dus het is sowieso raar om nog met dingen van 2 jaar oud te komen. Dus nee, maar ik vind het ook heel leuk en het is ook een heel mooi proces om elke keer weer. Jezelf een beetje opnieuw uit te vinden en opnieuw te bedenken van nou, waar sta ik nu en wat wil ik nu maken? Ja. Je bent ook iemand die houdt zich bezig met de actualiteiten. Dus ik kan me voorstellen dat iedere avond anders is. Omdat er weer een nieuwe ontwikkeling is op een bepaald gebied. Ja. Nee, zeker. Dat is deze voorstelling. Ik begon met de allereerste try-out in september. En inmiddels zijn we alweer een lockdown en een oorlog verder. Ja. Dus daar gebeurt wel een hoop, ja. Dus er is veel veranderd ook. Absoluut, weet je wat ik wel bijzonder? Je bent ook druk te maken bij Radio 1. Ja. Dat is een soort een column is dat eigenlijk, die je dan hebt. Heb je nooit zoiets van, verdorie, wat jammer dat ik die nu eenmalig maak op de radio, die had ik zo graag in mijn show verwerkt? Ik probeer soms ook wel eens, weet je, soms zit er iets in zo'n column waarvan ik denk, oh, dit kan ik nog wel uitbouwen of dit, weet je, hier kan ik nog dieper op ingaan of misschien is het iets voor mijn voorstelling. Ja, want in je voorstelling heb je echt de tijd en in die column mag natuurlijk maar maximaal zoveel. Ja, zo'n column is het gewoon heel gecomprimeerd. Mm-hmm. Maar het is ook vaak heel vergankelijk, want zeker de afgelopen 2 jaar, als ik een voorstelling maak, blader ik altijd al die columns door om te kijken of nou zitten er onderwerpen in waarvan ik denk, hé, dit is nog steeds interessant of hier kan ik op verder. Mm-hmm. Maar alles wat ik de afgelopen 2 jaar gemaakt heb, het gaat natuurlijk ook heel veel over allemaal dingen die we al lang weer vergeten zijn. Of over een avondklok, of over een Hugo de Jonge, of over. Ja, maar het is nog wel zo vers dat je er nog wel aan kan refereren natuurlijk. Jawel, dat wel. Het heeft ook wel heel veel impact gehad op ons allemaal. Absoluut, maar dat is wel. En dat zit ook wel in de voorstelling. Weet je, gewoon meer. We komen met z'n allen ergens uit nu. En tegelijkertijd vallen we ook meteen weer ergens middenin. Maar nou, doe je daar dan ook iets mee met zo'n oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld? Leent zich dat ook om grappen te maken? Of is dat juist de serieuze toon of de noot die je dan in je show hebt? Ja, nou, het is. Het komt nu eigenlijk een beetje samen met een verhaal wat ik toch in de voorstelling had over dat iedereen het heeft over teruggaan naar normaal. Terwijl je eigenlijk ook zou kunnen zeggen, dit is eigenlijk natuurlijk normaal. Weet je, een pandemie en een oorlog, hoe gruwelijk ook. Maar dat is eigenlijk wat. Ik heb een tijdje geschiedenis gestudeerd. En dan zie je ze eigenlijk aan de lopende band voorbij komen. Dus eigenlijk hebben we ook gewoon mazzel dat we zo lang er niet mee te maken hebben gehad. Ja. Dat zat al een beetje in de voorstelling, dat idee. En daar past de actualiteit dan nu eigenlijk alleen maar heel goed in natuurlijk. Ja. Wilt u ook eigenlijk geschiedenisleraar worden of zo dan? Nee, daarom ben ik ook net voor de diploma gestopt met de opleiding. Maar waarom als je dat papiertje hebt, dan moet je les gaan geven. Maar dat wel je interesse? Nee, ik vond het heel interessant. Ik heb een theateropleiding gedaan, de Koningstheateracademie. Ja. En dat is eigenlijk een heel praktische opleiding. Gewoon heel erg gewoon dingen maken zingen en acteren en dat soort dingen. Mm-hmm. En verder is het vooral gewoon heel veel kilometers maken en spelen. Maar ik vond het ook wel leuk om daar nog wat meer algemene ontwikkeling en kennis bij te doen. Je hebt ook wel wat aan in je show, denk ik. Hè? Zeker. Nou, met name natuurlijk met zo'n oorlog met Rusland. Ik bedoel, je hoort nu al heel veel mensen zeggen van, ze hebben niks geleerd van andere oorlogen, van de Tweede Wereldoorlog. Dezelfde dingen gebeuren. Die mannen die daarvan aan het front staan, die staan zonder eten, zonder brandstof. Ja. En dat gebeurde 80 jaar geleden ook. Dat is sowieso natuurlijk een heel universeel thema. Het is natuurlijk, en vooral ook de vraag waarom doen mensen dit? Kan je daar dan nog wel ook een soort van
Ja, luchtig is niet het juiste woord. Maar mensen zitten toch in theater om enigszins leuk vermaakt te worden. Ja. En niet een lesje geschiedenis te krijgen. Ja. Zijn dit dan van die onderwerpen dat je denkt van, nou, daar kan ik wel iets mee? Of blijf je daar dan toch ver weg van weg omdat het gevoelig kan liggen? Ik moet er iets mee. Dat is het vooral. Dus ik wil niet de hele avond over oorlog staan praten. En het gaat ook over hele andere en hele kleine en huiselijke dingen. Het gaat ook over hoe ik een zwart-wit blaadje probeer te printen. En het niet mag van de printer omdat er gele inkt op is. En ik de printer niet krijg uitgelegd dat hij die gele inkt helemaal niet nodig heeft. Dus dat zit er dan gewoon allemaal in. Maar die oorlog is intussen aan de hand. En het zit in ieders hoofd als je het theater binnenkomt. En, het is bijna een soort verplichting, hè? Ik vind het in ieder geval zeker omdat mensen natuurlijk ook weten dat ik die column maak. En dat kennen. En weten je moet dat ik altijd met actualiteit doen. Bezig ben. Ja. Ik vind ook dat ik dat een beetje aan mijn stand verplicht ben. En ik vind het zelf ook altijd heel fijn om een voorstelling te maken die over het hier en nu gaat. Dat is als je in die zaal zit, dat je echt voelt van, oké, dit is echt wat er nu aan de hand is en waar we middenin zitten met z'n allen. En hij staat niet nog gewoon een verhaal te vertellen wat gewoon 2 jaar lang elke avond exact hetzelfde is. Hecht jij veel waarde aan die recensies die geschreven worden? Ben je pas tevreden als die recensies goed zijn of ben je tevreden als het publiek geniet van jouw show? Dat laatste vooral, maar het helpt natuurlijk wel enorm als er een goede recensie. Merk je dat inderdaad? Ja. Ook qua kaartverkoop? Is dat dan iets wat je direct merkt? Als er een... Nou, ik heb de laatste jaren zijn die recensies daar iets minder belangrijk voor geworden. Omdat ik inderdaad je naam dan mee heb. Precies, meer bekendheid heb opgebouwd. Dus mensen weten wat ik doe en daar op afkomen. Maar het helpt altijd als het goed is. Ook voor je eigen gevoel dat je inderdaad toch een soort bevestiging hebt van, oh ja, we hebben echt iets moois gemaakt. Ja. Nou, zit je dan ook duimen draaiend voor die eerste recensies? Dat je denkt, het kan goed zijn, maar het kan ook slecht zijn. Wat doet het met je als het slecht zou zijn? Ik heb ook wel slechte recensies gehad. En dat is... Ja, wat vaak... is slecht? Wat is dan, wat hebben ze dan gezegd? Nou, dat het niet zo interessant is of niet... Maar moet dat altijd? Om een leuke avond te hebben. Het is ook altijd maar één iemand die naar een voorstelling zit te kijken en er iets over schrijft. Dat is één mening, dus dat, hè? Dat moet je ook altijd wel weer kunnen relativeren. Ja. Maar dat is het nare. Dat is een naar zinnetje blijft altijd hangen, weet je wel. Als iemand schrijft van, nou, het is allemaal niet zo grappig. Dat blijft dan toch altijd een beetje... Maar baal je dan? Daar baal je wel van natuurlijk. Ja, daar baal ik wel van. Niet leuk. Ja. Maar dat helpt dan ook wel weer om... Om scherper te worden, om het gewoon beter te willen doen en nog meer lol te trappen. En vaak ook helpt dat dan ook juist weer om dat publiek nog meer te omarmen. Weet je, omdat ik dan gewoon denk van uiteindelijk gaat het inderdaad niet om degene die zo'n recensie schrijft, maar om wat ik elke avond in een zaal met dat publiek opbouw. Ja. En daar haal ik dan uiteindelijk ook de voldoening uit. Dus dat, ze komen uiteindelijk ook voor jou, hè? Ja, daarom. Ja. Dus zo'n recensie helpt, kan inderdaad helpen om mensen. Een indruk te geven van waar het over gaat. Of te denken van, oh nou, leuk, daar ben ik benieuwd naar. Hoor je de mensen maar soms kan een slechte recensie misschien ook wel juist meer helpen. Tenminste, ik ben als ik echt iemand tot op de bodem afgebrand zie worden in de krant, dan ben ik eigenlijk misschien nog wel nieuwsgieriger naar zo'n voorstelling dan als hij gewoon een keurige recensie krijgt. Ja, het kan ook puur de opvatting van de recensent zijn natuurlijk. Hè? Ja. Dat het zijn niet zijn cup of tea is. Maar precies, dat is ook schrijven. Ik heb wel shows gezien met recensies waar ik denk, nou weet je, het lust de honden geen brood van. Ik heb de avond van mijn leven gehad. En andersom ook, dat je denkt, dit heeft, waarom heeft dit nou zo 5 sterren gekregen? Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk ook. He? Dat is met alles. Ja, dat is met alles natuurlijk ook. Ja. Hoor je wel eens dat mensen zeggen na jouw show... van, oh, dat had ik helemaal niet verwacht van jou eigenlijk. Ik dacht van, ik ga dan op toneel zitten en ik ga een column doen. Of maar met een band ook en zo. Dat... Ja, nou ja, ik heb nu dus voor het eerst een band meegenomen. Ik heb altijd wel liedjes gemaakt. Je hebt zelfs een single uitgebracht. Klopt. Daar hadden we nu tijd voor de afgelopen periode om dingen op te nemen. Ik heb altijd wel liedjes gemaakt, ook in die voorstellingen. En in mijn allereerste voorstellingen, 15 jaar geleden... want ik ga al een tijdje mee, dames en heren. 15 jaar geleden. Daar zaten meer liedjes in ook. Dus ik maakte eigenlijk voorheen meer liedjes. En toen op een gegeven moment ben ik columns gaan maken. En ook bij de radio. En was het in het begin dan meer kleinkunst? Ja, dat was wat meer... meer bijna een liedjesprogramma echt. Met wat, nou met wat... ja, dat is gewoon wat meer 6-7 liedjes in een voorstelling. En op een gegeven moment... ben ik echt veel meer columns en... De wereld draait door. Dus toen is dat liedjes maken ook een beetje naar de achtergrond geraakt. Het heeft je wel veel gebracht, hè, zo'n programma als De Wereld Draait Door. Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Je kan dan zeggen, daar heb je alles aan te danken. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar je hebt er wel veel aan te danken. Zeker, ja. Jij zat ook in een goede tijd van De Wereld Draait Door. De beste tijd, denk ik, ook qua kijkcijfers. Hè. Toen was het echt...
Nee, dat was een heel... dat was inderdaad echt een soort... Er was ook een moment dat ze naar van Nederland 3 naar Nederland 1 gingen. Ja. En dat het echt nog meer aandacht kreeg. En een fantastische... Ik stond gewoon net voor het 8-uur-journaal de actualiteit door te spreken. Ja. Dus dat was een fantastische plek. En het voelde echt als een soort nationale erebaantje om daar te mogen staan. Maar je stond daarvoor natuurlijk al in het theater. Dan komt op een gegeven moment die wereld draait door. Ja. Dat moet je wel gemerkt hebben. Ja, zeker. Ja, hè? Ja. Het is, maar als je daar goed over nagedenkt, hoe raar een carrière kan lopen. Hè? Ja. Door één zo'n verandering in je carrière, zo'n podium wat je dan krijgt. Ja. Dat je dan opeens hele andere zalen gaat bespelen. Ja, ook zeker. Een ander publiek erbij krijgt, een nieuw publiek. Ja. Nou ja, en het fijne daaraan is wel dat ik daar bekend ben geworden met wat ik doe. En dat ik daar ook deed wat ik in het theater ook deed. Dus de Wereld Draait Door heeft natuurlijk ook redacteuren die in het theater kijken. En die wilden deze rubriek maken. En die zijn op zoek gegaan naar mensen die daarbij pasten. Ja, ja, ja. En ik kreeg daar gewoon de ruimte in 2,5 minuut. Dus niet een heel lang blokje. Maar, ja, wel, maar goed, het is wel om gewoon te doen wat ik in het theater ook doe. Dus de mensen die me daardoor hebben leren kennen... komen ook met een goede verwachting naar theater. Ja. Dus ik heb in die zin niet last gehad van dat er ineens heel ander publiek binnenkwam. Maar inderdaad, het was vooral meer publiek. Gewoon meer mensen die nieuwsgierig waren. Ja. Is dit hetgene wat je wilde? Of zeg je van, nou, dit is pas het begin. Want het moet allemaal groter en meer worden. Niet per se groter of meer, maar... Vooral, zoals die band, dat was wel iets. Dat is wel echt zo'n jongensdroom. Dat ik inderdaad vroeger als kind in het theater zat. En gewoon die voorstellingen waren dan echt met muziek en decor en licht. Waar het helemaal over je heen komt. Ja. Ja. Er komen nog wat danseressen bij ook. Ja, de showtrap, alles. Big band en dergelijke. Ja. Ja, sommige mensen zijn heel beroemd geworden, denk ik, met een big bandje hoor. Ja. Is dat wat je zou willen? Zo'n... Nee, dat vind ik niks voor jou. Maar een showtrap. Nee, dat niet. Nee, maar wel verrassend. Wel de. Het volle en het overweldigende van die band, dat vind ik wel heel erg leuk. Dat je echt... Krijg je extra adrenaline van. Ja, en ik merk het ook in de zaal, dat mensen daar heel... dat het gewoon lekker is om het gewoon zo over je heen te laten komen. Ja. Je helpt de muzikanten natuurlijk ook weer. Want die hebben de afgelopen 2 jaar ook gewoon zonder gezeten. Ja, zeker, ja. En als je dan zo'n programma maakt, schrijf je dan vanuit de liedjes of ga je eerst vanuit de inhoud? Vanuit de inhoud wel, ja. Dus ik ben eerst gewoon gaan bedenken wat ik... Nou, ik heb een vaste regisseuse, Jessica Borst. En daar ga ik altijd gewoon mee zitten en kletsen over wat er in de wereld aan de hand is. Hoe gaat zo'n... Dat vind ik altijd wel interessant. Hoe begint zoiets dan? Ja. Zullen we dat zo meteen na 1:30 bespreken? Oh, dat kan we ook. We hebben zometeen nog het nieuws en weer. En tussen 1:30 en dan ga je ook nog een nummer voor ons doen. Op piano met gitaar begeleid. En ik zal nog eventjes zeggen dat je ook 16 maart natuurlijk in het Agenaar Theater staat in Lelystad. En dat je nog heel veel theaters aandoet. April, mei, zelfs in juni speel je nog door. Ja, en volgend seizoen. We zijn net begonnen pas. Daarom. Je bent uit het niets, maar je bent voorlopig nog lang niet weg daarmee. Nee, precies. En je blijft zo nog even gezellig hier. Pieter Derksen is hier op de Vrijmibo. Randy Newman ook een klein beetje op verzoek van Pieter Derksen. Ik vroeg aan jou, wat is je favoriete muziek? Toen kwam je eigenlijk als eerste met deze naam. Dat kwam zo in me op. Omdat het ook een ontzettend goede liedjeschrijver is. En ik vind dat hij schrijft op een hele, hele luchtige, maar wel gevoelige manier, zeg maar. Het is over Toy Story. Hij heeft toch ook You're a Friend of Mine en zo. Animatiefilms, ja. Neem je daar een beetje van zijn stijl over in zijn liedjesprogramma? In jouw liedjesprogramma? Ik denk onbewust wel, ja. Het is nooit dat ik letterlijk denk van, nu ga ik even dat riedeltje gebruiken. Je maar wordt wel beïnvloed. Ja, zeker. Als ik zelf gewoon thuis een beetje voor mijn lol piano zit te spelen, dan zie ik ook vaak liedjes van hem een beetje uit te vogelen, ja. Maar we zijn natuurlijk net gestopt bij jouw vraag. Ja, als je dan met zo'n regisseur gaat zitten en je gaat een nieuw programma ga je bedenken, ontwikkelen. Waar begin je dan? Ik bedoel, je helemaal van scratch af aan. Ja, er is niks. Ja, er is niks. Komt het dan ook uit het niks? Ik heb altijd wel een notitieboekje of aantekeningen in mijn telefoon. Dat gaat altijd wel door. Ik heb dus inderdaad een stapel columns die ik er altijd wel bij haal. Waar ik uiteindelijk in de praktijk nooit heel veel uit kan gebruiken. Maar wat wel helpt om een beetje lijnen te zien. Soms zie je van, ik ben 2-3 keer op een onderwerp teruggekomen. Mm-hmm. Dus blijkbaar houdt dat me bezig of fascineert het me of vind ik er iets van. En verder ga ik gewoon met mijn regisseuse zitten kletsen. Daar begint het eigenlijk mee. We gaan gewoon zitten. En we hebben het over wat er in de wereld aan de hand is. En dan schrijf je je teksten uit en is het dan gewoon leren, leren, leren? Of heb je alleen maar van die kernwoorden die je ik heb, nou, ik weet? Heb, ik, nou, er zitten nog gewoon een paar stappen voor wel. Want ik begin ook gewoon met dingen schrijven die nog niet per se voor het podium bedoeld zijn. Weet je? Maar gewoon
Ja, in een soort kolomachtige vorm. Of gewoon ideeën of verhalen of dingen waar ik het over wil hebben. En dat ga ik dan vervolgens weer voorlezen aan mijn regisseur. Dan gaan we het daar weer over hebben. En op basis daarvan ga ik zo langzaam steeds meer dingen maken. En dat hele proces, dat is dan een maand of twee, drie. Zonder dat we spelen. Dus dat is voor de eerste try-out. Mm-hmm. En uiteindelijk bij de eerste try-out... Meestal komt het erop neer dat ik al dat materiaal dan gewoon zo uitgespreid op tafel heb liggen. Zo een week voordat we echt beginnen. Ja. En dan begin ik het script te tikken. En dan is het gewoon al die dingen bij elkaar vegen. En alles achter elkaar. En die eerste try-out is bijna alleen maar voorlezen. Proberen. Of, heel veel met papier nog in de hand. Is er ook iemand op wie je het al eerst uitgeprobeerd hebt? Nee, mijn regisseuse dus. Daar lees ik het aan voor. En dan kan ik vaak al een beetje inschatten. Je zegt niet tegen de buitenstaander... Goh, joh, we zijn morgen aan het repeteren, we doen even een doorloopje. Nee. Kom eens even kijken. Nee, er is niks dodelijker dan gewoon in een repetitielokaal onder een TL-balk grappen voorlezen. Dus dat doe ik liever in een zaal dan voor... Dus eigenlijk het allereerste publiek bij de eerste try-out... Ja. Is eigenlijk een soort première publiek dan. Ja, die gaat zeker, het voor het eerst meemaken. Ja, nou ja, en die eerste try-out is eigenlijk altijd heel erg leuk. Omdat je altijd verrast wordt door wat er in dat materiaal gebeurt. Weet je, soms denk je, oh, dit gaat heel leuk worden... En dan blijft het doodstil. En soms denk je van, nou, dit was even tussendoor. En dat wordt dan heel leuk. Nou, dan voel je ook de energie van het publiek. Precies. Dan je hoort die zaal reageren. En dan reageer je, zeker bij zo'n eerste voorstelling... ook altijd meteen heel spontaan dan het zelf weer op. Dus dat levert altijd eigenlijk een hele leuke avond op. En het publiek vindt het ook vaak leuk om deel te zijn van Weet het proces. Of het programma werkte. Ja. Heb je wel eens spijt gehad van een grap... Of van iets in je carrière dat je gedaan hebt... Want je hebt ook wel, je hebt ook geacteerd, bijvoorbeeld in Prooi. Ja. Van Dick Maas. Ja. Ja. Ja, daar heb ik geen spijt van. Dat is een fantastische ervaring. Maar ik ben nooit meer gebeld voor een film. Dus nee, maar is het maar vraag. Nee, maar op het moment dat je zo'n film draait, hè, denk je dan, dit ligt mij heel goed? Of denk je dan af en na, ik ben blij op deze kant, maar ik denk dat het hierbij blijft? Ja, precies. Nee, dat wel, dat was wel echt een uitstapje. En dat was, hij zocht voor die rol ook echt een type dat gewoon heel erg op mij leek. Gewoon puur dus op uiterlijk. Getypecast. Ja, en qua karakter. En wat is dat dan voor type? Ja, het was een beetje een, hoe moet je dat zeggen? Ja, een jonge reporter van AT5. Van AT5 was ik. Het was ook geen super grote rol. Dus ik denk dat hij inderdaad gewoon een soort type, gewoon mijn type in zijn hoofd had. Ja. En het leuk vond om mij daarbij te vragen. En dat is te gek, want Dick Maas is natuurlijk... Ja, superleuk. Hij was hier ook een tijd geleden, met special effects. En, ja. Gewoon een tram die een gebouw inrijdt. En, een leeuw die in de stad om. Ja, als je dan in een film speelt, dan een film van Dick Maas, toch? Ja, precies. Dat was te gek om mee te maken. En te zien hoe dat gemaakt wordt. En als jij nu in China de straat op gaat, dan word je vast herkend. Want was het een succes. In China heeft hij miljoenen bezoekers. Ja, echt waar. In Nederland viel het een beetje tegen. Dat is jammer. Ja, ik ben fan van Dick. Want ik vind hij is een van de weinige regisseurs die echt dingen... Verdiend films maakt, inderdaad. En ook met actie. Al die romcoms. Nou ja, en hij neemt risico en hij durft uit te pakken. Ja. En dat is te gek. Daarom hoop ik ook altijd dat zijn films een groot succes worden. Omdat hij dan ook weer een andere film kan maken. Want het is natuurlijk iedere keer lastig als je film geflopt is... om dan weer een volgende te maken, zeker in Nederland. Het zijn ook hele dure films altijd bij hem. Daarom, dat zie je er ook wel aan af. Ja. Dus dat was iets leuks. Maar heb je dus geen spijt van? Zijn er andere dingen waar je wel spijt van hebt? Een grap of zo dat je dacht, dat had ik niet moeten doen? Er zijn wel... ik denk als ik bijvoorbeeld die optredens in de wereld draai door... Er zijn ertussen waarvan ik weet als ik ze terugkijk dat ik het liefst op delete zou willen drukken. En dat staat ongetwijfeld nog ergens op internet, maar dat heb je altijd. Ik heb altijd, als je na afloop terugkijkt, ik vind het nog steeds... Maar omdat het publiek niet moest lachen? Ja, of omdat ik het zelf niet goed vind. Of, je deed allebei. Het wel. Ja, maar dat heb je altijd toch, dat je achteraf denkt... dat had anders gemoeten of dat had beter kunnen doen. Dat was ook echt heel erg natuurlijk in die week gemaakt voor de vrijdagavond. Dus dat was ook niet per se materiaal wat ik heel erg uitgeprobeerd had. Of wat heel erg... Dat kan ook haast niet natuurlijk, getest was. Nee, precies. Dus dat kan ook de goede kant opvallen of de verkeerde kant. En dat hoort erbij. En daar waren ze bij de Wereld Draait Door zelf gelukkig ook heel... heel makkelijk in. Ik kreeg ook gewoon de ruimte om kreeg je volledig carte blanche te nemen. Ook? Ja, zeker. Ja, je mocht gewoon alles doen. Soms pakte het verkeerd uit. De omstandigheden daar waren ook moeilijk te vormen natuurlijk. Ik weet dat ik een keer... Nelson Mandela was net overleden de dag daarvoor. En ik had allemaal dingen over politiek en Mark Rutte.
Maar die hele uitzending stond in het teken van Nelson Mandela. Ja. En er waren allemaal filmpjes. En er was een Afrikaans vrouwenkoor dat daar een schitterend lied als ode. En iedereen tranen over de wangen, weet je wel. Dan kwam je over Mark Rutte. Grapjes over Mark Rutte. Had je dat dan aangepast? Of heb je het wel bij die grappen van Mark Rutte gehouden? Nee, dat was niet... Ja, ik heb uiteindelijk wel Mandela daarin, volgens mij in dat verhaal nog wel... Krampachtig genoemd, weet je wel, inderdaad. om wel een beetje vanuit dat verhaal te vertrekken. Maar ja. Mensen waren in zo'n totaal andere stemming. Dat lijkt me ook heel moeilijk, hè? Want als je inderdaad uit zo'n onderwerp komt en jij komt dan opeens grappen vertellen, dan is dat publiek, dat is natuurlijk een omslag heb ik jou daar. Ja, dat is het. Dat is het rare aan in zo'n programma even ineens tevoorschijn komen. Ja. Ja. Zit je wel eens zonder inspiratie? Ja. Ja. Nu hoor ik. As we speak. Ja. Ja. Nee, ik zat te zoeken naar hoe ik dat kan uitleggen. Nee, maar dat... Maar ook tegen deadlines aan dan? Zeker tegen deadlines aan. Nou ja, ik word productiever hoe dichter bij de deadline komt. Ja, dat snap ik wel. Een tijdje voor de deadline denk ik vaak, wat ga ik nou echt godsnaam zeggen? Ook met die column die ik voor de radio maak op woensdag. Soms zit ik ook gewoon, vaak begin ik op maandag, dinsdag inderdaad de onderwerpen een beetje te verzamelen. Of een beetje te zoeken naar waar kan ik het over hebben. En soms is er ook op woensdagochtend om 9:00 nog niks. En dan denk ik, wat ga ik vanmiddag doen? En, maar daar ontstaan de beste creatieve ideeën. Ja, en soms dan inderdaad onder die druk van die deadline denk ik, oké, het moet nu gebeuren. Creatievelingen werken altijd tegen deadline. Soms is het ook gewoon beginnen te tikken. Dat is het ook. Het is soms ook gewoon werk. Gewoon denken, oké, ik ga nu beginnen. En tijdens het schrijven ontstaan er dan dingen. Ja. Juist omdat je in beweging komt en iets gaat doen in plaats van gaan zitten wachten op inspiratie. Want dat werkt nooit eigenlijk. Ja. Het theaterprogramma heet Uit het Niets, hè? Ja. Ja. In één keer zit er ook vanuit het niets een gitarist op de Ja, dat is Leon Siebum. En dat volgens mij is dat een hint naar een liedje. Dat denk ik ook, ja. Want hoeveel liedjes zitten erin uit het niets? Nou, 6-7 liedjes hebben we nu. Ja, want je moet die band natuurlijk ook wat te doen krijgen. Ja, precies. Ja. Ja. Als je ze meeneemt, dan moet je ook iets... En Leon is een van je bandleden? Leon is de gitarist, ja. We hebben nog een bassist en een drumster mee. Ja. En hier speel jij hier bij ons op podium zelf op de piano. Doe je dat in je show dan ook? Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, we spelen echt als bandje met elkaar. Dus het is niet dat zij op de achtergrond... Heb je zin dat jij dan zo ervoor staat en zegt, mag ik me voorstellen? We spelen echt samen als band die liedjes. Ja, te gek. Leuk. Ja. Je gaat een slaapliedje zingen. Ja, ik zal het maar gelijk zeggen. Dus als mensen denken, nou, ik voel hem al... Precies, ik ben een beetje aan het snikkenbollen. Zware hoogleden. Ja. Je mag inderdaad gaan staan bij Leon op ons podium, live on stage. Hebben wij hem hier. Pieter Derks, nogmaals, hij staat dus in het Agora Theater in Lelystad. En dat is woensdag 16 maart. Volgende week, of aanstaande woensdag moet ik zeggen. Dat is inderdaad ook volgende week woensdag. En voor de volledige speellijst ga je naar pieterderks.nl. Nog tot en met juni met Uit het Niets. Van Bloemendaal tot Leiden, van Amstelveen tot Naaldwijk en van Wageningen tot Horen. En eerst is hij hier met een slaapliedje. Niet letterlijk, hè? Goed zo. Nee. Leon Siebum op gitaar en aan de vleugel. Aan de piano Pieter Derks. Het slaapliedje. Slaap lekker, kleine man. Ik zal een liedje voor je zingen. Van de mooie kleine dingen waar je troost in vinden kan. Jij ligt lekker in je warme bedje. Buiten loopt een nietsvermoedend schaap in een ravijn. Toch prettig dat we heel huids door de dag gekomen zijn. Welterusten, kleine vriend, we hebben mazzel dat we leven. Zie het ook maar nooit als een vanzelfsprekend gegeven. Buiten wordt een eendje door een vos in twee gescheurd. Toch een opluchting dat vandaag met jou niet is gebeurd. Ga liggen, droom maar fijn, dat is de enige manier om dit scheidplaneetje hier een mooie plek te laten zijn. Buiten ligt een aangevreten hertje in het bos, maar gelukkig waren jij en ik vandaag nog niet de klos. Slaap lekker, kleine man, ik zal een liedje voor je zingen. Van de mooie kleine dingen waar je troost in vinden kan. Buiten heerst de chaos en regeert de willekeur. Maar gelukkig stond het noodlot hier vandaag niet aan de deur. Buiten gaat een lammetje of 10 in de kebab. Een mus vliegt tegen het raam te pletter met een doffe klap.
Een visje bij de sluis wordt net vermalen door de pomp. De kat trekt bij een muisje net het kopje van de romp. Dat zijn de verhaaltjes die ik jou het liefst vertel. Want sprookjes die vertellen alle anderen je wel.